Allereerst wel even benieuwd naar hoe kijken alle mensen waarmee jij werkte naar jou. Want iedereen werkt daar toch met alle respect. Hè. De meeste mensen die in een supermarkt werken zijn vooral bezig met gewoon een baantje doen, een beetje geld verdienen. Prima. Mm -hmm. Jij was met allemaal gekke dingen bezig. Mm -hmm. Hoe reageren mensen daarop? Uh, ik had natuurlijk wel een aantal uh, collega's die wat jonger waren en die gewoon uh, bloed geïnteresseerd waren. Maar ze wisten ook op een veel later moment pas waar ik mee bezig was. Weet je. Op een gegeven moment had ik scheid, dacht van iedereen mag het nu weten. Maar eerste paar jaar wist niemand waar ik mee bezig was. Ik, ik, hoefde, ik, weet je, ik hoefde die afgunst niet. Mensen hebben gauw afgunst, uh, vooral bij de Aldi, niet normaal. Um, maar ja, op een gegeven moment kwamen jongeren naar me toe van... Uh, ja, hoe doe je dat? Er was één jongen uh, met wie ik echt goed was. Ja, we gingen echt samen strijden. Heel die, uh, met z'n tweeën een hele vrachtwagen lossen. Het uh, was gewoon gezellig en hard werken tegelijk. Maar hij zei van... Uh, met hem spraken we dus uh, vaak over business, weet je. Hij was echt bloed geïnteresseerd in wat ik deed. En ik werd gek van hem. Hij zei van, continu leer mij het ook, leer mij het ook. Toen dacht ik van, oké okay, man. Had ik een, uh, een cursus in elkaar gezet, gewoon via PowerPoint, heel amateuristisch. Maar alles was ik, wat ik wist, uh, wat ik had geleerd, had ik daarin verwerkt. Ik zei van, luister, uh, dit is de prijs, weet je. Ik wil ook dat je er wat voor gaat betalen, want anders heeft het sowieso geen waarde. Je weet, het gratis heeft uh, nooit waarde. Uh, in de winkel verkochten we ook aardbei voor 1 euro en voor 4 euro. Ja, 4 euro gaat gewoon harder, weet je. Ja, Men zou automatisch de, de instelling van: dit is meer kwaliteit. Ook al verkoop je hetzelfde. Hè? Ja. Maar, uh, maar goed, dus uh, zo heb ik mijn eerste 500 euro verdiend. Het was gewoon thuis. Had ik de laptop aan, aan de tv aangesloten. En uh, ja, presenteerde ik mijn eerste cursus, man. Ja. Toen dacht ik van: Makkelijk 500 euro verdiend. Uh, een derde van mijn salaris, weet je. Hij was echt uh, heel blij. Ja. Achteraf uh, waren ook wat dingen, nare dingen gebeurd met hem. Uh, ik was nog steeds goed met hem natuurlijk. Ik heb hem echt met van alles geholpen. Bleek dat die motherfucker met een andere collega. 250 euro uit mijn kluis, waar ik verantwoordelijk ben. Van Aldi, ja, die op kantoor zit. Dat, dat die jongen daarvan heeft gestolen. Hij heeft niet direct zelf gestolen, maar hij was erbij. En dat kwam één jaar later pas boven water. Ik heb. Uh, ik werd een dag later uh, weet je iedere avond wordt de kluis geteld moet je tekenen en alles en iedere ochtend telt de nieuwe collega van hey uh, klopt dit? bleek dat er 250 euro in de min zat dus, oh, precies 250 ja. euro ja. Dus de districtleider erbij uh, bellen mij van hey, kom, kom gelijk naar de aldi want uh, dit klopt niet weet je en ik heb in al die jaren nooit verschil gehad weet je iedereen kent mij uh, aan zulke dingen doe ik niet maar ja die filiaalleider, ik, had, ik gaf hem zoveel rugdekking, weet je. Die man was bijna nooit aan de bak in de Aldi. Hij zei altijd aan aannieuw, ik moet ergens heen, komen werken. But chef, prima, chef, prima, chef, prima. Ik was alleen maar op geld verdienen. En uh, ja, hij zag ook gewoon van uh, hoe ik was. Hij vertrouwde mij ook. Maar ja, als je ziet van, jij wordt ook door de districtleider geroepen en, uh, om 250 euro te verantwoorden. Ja, ik zei van, luister, ik ga nu die geld pinnen. Bam. Hier zet het in de kluis. Heb ik gelijk gedaan. Was een van mijn laatste centjes die tijden. En um, ja, was gewoon een rot gevoel, man. Ze wisten ergens in hun achterhoofd van... Ja, nieuw doet zoiets niet. Maar ja, toch gaf het ze wel een goed gevoel van... Oké, okay, nu is die kluis weer compleet. Eén jaar later. Hè? Weet je hoe dit boven water is gekomen? Sorry dat ik uh, motherfucker zeg, maar die motherfucker is stiekem gefilmd. Die tijd had je geen camera's bij de Aldi. Ja? Oldschool tijd, nu heeft elk filiaal bijna uh, veel camera's. Die uh, Wat een medewerker met wie ik goed was, yeah? die, uh, ja, die, die twijfelde over hem van, hey, klopt iets niet met deze, jongen, Hij, hij, hij doet hier wat praktijken, weet je, had superveel geld als een medewerker, uh, reed een fucking dikke BMW. Luxe leven. Cash geld, niet normaal. Hij deed sowieso dingen, maar je weet niet wat. Ja? En uh, ja, zij was gewoon veel scherper dan mij. Ik was alleen maar bezig met werken, maar zij was meer bezig met wat doen andere mensen Bleek dat zij Stiekem, de, de filiaal, is binnengeglipt. Uh, zij of hij. En uh, Stiekem gingen ze via de kantoor, uh, ze via de kantoor filmen ja wat die jongen deed. En luister, bij Aldi is het zo, als jij de filiaal gaat sluiten, na zes uur heb je maar twee medewerkers. Je hebt één assistent en één medewerker die bij de kassa is. Nou, de assistent die gaat met de boemmachine aan de slag, et cetera. Je ziet hem niet. Je kan zo van alles telen als cashier die tijden, weet je. Dus um, ja, bleek dat die jongen zelfs met zijn, zijn ouders kwamen. Volle winkelwagens wegwezen. Ja? Vrienden kwamen, volle winkelwagens wegwezen. Nee, the... uh, Pellets, Golden Power, knoppers wegwezen. Kochten ze toen aan Poolse winkels, weet je? Nee, hey, niet normaal. Ik heb voor het eerst gezien dat iemand met zijn ouders kon, uh, kon stelen, man. Hey, maar zeg maar, lijp. maar dat, dit merk je toch? In de voorraad, in Nee, bro, luister. Bij geld. supermarkt wordt alles gekanteld. Bij ons wordt ook alles gekanteld. Maat, dan zeggen ze gewoon van je, je, je controleert de vracht niet goed. Bij die is zo old school, fucking Duitse systemen. Je moest, als de vrachtwagen komt, moet je alles, elke doos die er binnenkomt, persoonlijk handmatig controleren. Ja. Dus ze konden het heel makkelijk op de uh, teamleiders uh, afschuiven van jullie hebben niet goed gecontroleerd. Ja. Snap je? Ja. Dus dan kom je al, bij Lidl is het heel anders. Dan is het gewoon een beetje vingerlijzen, vingerlijzen van, Volgende keer moet je beter doen. En jij denkt, oké, okay, het is mijn fout. Ja, en zelfs dan Koen, ik weet ook nog wel, ik heb een tijd lang uh, ook in de supermarkt gewerkt was, ging bijvoorbeeld een product ging je beschadigen. PC. Bijvoorbeeld uh, je wil koekjes hebben. Ja. Je pakt die verpakking te hard. gaat in verpakking. Zeg ik leg hem bij uh, prullenbak. Wilbericht die prullenbak. Tas. Precief. Gone. Niemand die er om, om gaat kijken. Ja, gaat Precief. gewoon per ongeluk kapot. Op die manier werd alles deo. Alles Precief. bij ons gekanteld. Ja. Hey, maar de jongens na één jaar gepakt. Ik heb niet eens één sorry gekregen. Motherfuck. En je had hem die cursus gegeven ook. Diegene die erbij stond. Ah, yeah, zei: yeah, Van yeah, luister, yeah. waarom heb je niks gezegd? En tegen die andere jongen ook: Weet je van, als je met 250 euro vraagt, hier. Ja. Yeah. Maar toch hebben blijkbaar mensen het in zich om uh, zulke praktijken te trekken. Maar ik snap die andere gozer helemaal niet dan. Want waarom staat hij bij iemand die 250 euro steelt? Dus hij is alsnog faaier, maar hij krijgt geen geld. Maar hij doet voor niks. Dom. dom. <laughs> Fucking dom. Wat denk je, dat er hoogbegaafde mensen alleen maar daar werken of zo? <laughs>